Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. Almere wil zichzelf op de kaart zetten als voedselstad. Het college heeft een voedselstrategie uitgestippeld die erop gericht is dat Almeerders gezonder gaan eten en zoveel mogelijk uit de eigen omgeving. Ronnie Bos is de Almeerse wethouder van onder meer gezondheid. Mevrouw Bos, een van de punten in de strategie is het aanwakkeren van de trots op Almeerse en Flevolandse producten. Aan welke producten denkt u dan? Flevoland is heel erg goed, zeg maar, in akkerbouw. Hè? Dus dan gaat het veelal om groenten. Maar ook zuivel wordt natuurlijk in Flevoland en ook in Almere wel geproduceerd. Maar ook gewoon vlees. Dus het is een heel gevarieerd aanbod. En nou blijkt dat 90% van de Almeerders het eigenlijk wel een goed idee vindt om lokale producten te kopen. En 25% doet het ook daadwerkelijk. Nou, daar is nog wel een wereld te winnen. Ja. Hoe gaat u die lokale producten aan de man en aan de vrouw brengen? Nou, we hebben natuurlijk al wel de wekelijkse zaterdag boerenmarkt op de Kemphaan. Maar dat is toch wel wat verder af en niet iedereen is ermee bekend. Het mooiste zou natuurlijk zijn, omdat de meeste mensen hun boodschap in de supermarkt doen, dat je daar ook je lokale producten kunt kopen. En daarom zijn we ook in gesprek met supermarkten om te kijken of we hen daartoe kunnen verleiden. Ja, u wilt een convenant sluiten, hè, met die supermarkten. Wat stelt u zich daarbij voor? Nou, we hebben een eerste gesprek gehad inmiddels. We zijn aan het verkennen, zeg maar, of zij dit ook een goed idee vinden om op die manier, zeg maar, lokaal geproduceerde of regionaal geproduceerde producten in hun eigen supermarkten te kunnen verkopen. Dus we zijn met elkaar aan het verkennen, wat is daar dan voor nodig? Je moet bepaalde omvang hebben, hè, een bepaalde afzet. Je moet ook een stuk continuïteit kunnen bieden natuurlijk als regionale voedselproducenten. Maar ze waren wel geïnteresseerd. Je ziet natuurlijk dat ook supermarkten wel inspelen op datgene wat er leeft in de samenleving. En ze waren zeker geïnteresseerd. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk? Ik lees in de strategie dat de gemiddelde maaltijd 30.000 kilometer aflegt voordat hij op het bord belandt. Ingrediënten komen van over de hele wereld tegenwoordig. Nou zou je ook kunnen zeggen, geweldig dat dat tegenwoordig allemaal kan. Hè? Dat je niet de hele winter op allerlei knollen hoeft te knagen. Maar waarom wilt u dat toch veranderen? Nou ja, het is eigenlijk, u heeft het over knollen. Kijk, Flevoland staat in principe bekend als de hutspot-provincie, zeg maar. Hè? Er is veel aardappelen, peen en ui. Mm-hmm. Maar inmiddels worden veel meer geproduceerd. Er is zelfs safraan, quinoa. Dat komt allemaal ook inmiddels uit Flevoland. Maar wat je ziet is dat bijvoorbeeld ui. Wij exporteren ui naar Brazilië, naar Senegal. En wij importeren het weer uit Nieuw-Zeeland en Egypte en Spanje. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een hele kromme manier van omgaan met voedsel. En als je dat, zeg maar, veel lokaler zou kunnen organiseren, dan kun je ook je regionaal geproduceerde voedsel ook echt regionaal gebruiken. Ja, in het kader, hè, van dat regionaal organiseren hebben ze ook een plan om Almere een rol te laten spelen als voedselhub. Als knooppunt vooral op het gebied van voedselverwerking en voedsellogistiek. Ja. Hoe denkt u? Er gebeurt van alles volgens mij bij u nu, maar... Ja, sorry. Ik ben op mijn kantoor, want thuis wordt er bij mij geklust. Maar de zonwering gaat automatisch omhoog. Okay. Dus dat is wel eens een bijzonder moment. Nou ja, dan komt het zonnetje misschien zo binnen. Maar goed, in ieder geval Almere als voedselhub. Hoe denkt u dat voor elkaar te gaan krijgen? Nou, we kijken samen met producenten in Flevoland. Je hebt bijvoorbeeld Flevofood. Hè? Dat is een samenvoeging, soort van consortium, zeg maar, van een aantal producenten in Flevoland. Die hebben zich verenigd onder de naam Flevofood. Maar er kunnen nog veel meer bedrijven bij. En we kijken, zeg maar, in het kader van ook als we de supermarkten zouden willen bedienen, wat is er dan voor nodig om dingen bij elkaar te brengen en vanuit daaruit een soort centraal punt te hebben waarop je dan ook weer zeg maar, kunt vervoeren. Zodat niet elke producent dat afzonderlijk moet doen, want ja, dan is de drempel gewoon veel te groot. Ja. En dat zou gewoon een heel mooi instrument kunnen zijn om juist dat lokale voedsel ook echt lokaal te kunnen benutten. Ja, en dat heeft dan ook economische voordelen voor Almere, lijkt me. Ja, zeker, want daar is ook wel gelegenheid mee gemoeid. Goed, toch als je een rondje loopt door Almere, zou je nog niet onmiddellijk zeggen dat de stad zich wil profileren als voedselstad, als gezond voedselstad in ieder geval. Het is vooral fastfood wat je dan tegenkomt tegenwoordig. U herkent dat ook in de strategie, hè? Ja. U noemt dat een ongezonde voedselomgeving. Wat gaat u daaraan doen? Nou kijk, wat we graag willen is niet dingen gelijk verbieden, daar gaat het ons niet om, maar wel om de gezonde keuze makkelijker
En ja, makkelijker mogelijk te maken, zeg maar. En dat het aanbod ook vergroot wordt. En dat zou fijn zijn als je daar, zeg maar, in bezig kunt. Ja, dat er ook dat zaken kan, komen waar gezond voedsel wordt verkocht. Ja, precies. En die zijn er wel een paar. Maar je ziet dat toch dat vaak lokale kleine ondernemers zijn. En die kunnen vaak natuurlijk niet op tegen de snelheid en het grote geld van de ketens. Die zetten veel makkelijker ergens een nieuwe dependance neer dan dat een lokale ondernemer zijn eigen product, zeg maar, kan produceren. Dus we zijn aan het kijken, zeg maar, hoe zouden we dat kunnen stimuleren. Maar het heeft ook te maken met bijvoorbeeld de catering van grote bedrijven. Hoe zou je, zeg maar, die lokale producenten kunnen aansluiten bij die catering? Want het hoeft niet altijd direct naar de consument te zijn. Het kan ook via bijvoorbeeld catering zijn. Ja. En via de supermarkten. Ja, toch zegt u, we zijn er niet op uit om zaken te verbieden. Ik lees wel dat er toch ook de mogelijkheid wordt geopperd om over te gaan tot limitering van ongezonde voedselzaken. Dat lijkt me toch paal en perk stellen aan nieuwe vestigingen. Kun je dat afdwingen? Want ik heb begrepen, 4 grote steden hebben inmiddels bij het kabinet aangekaart, hè, dat ze meer wettelijke mogelijkheden willen om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Ja, nee, dat klopt. Nee, daar denken wij op dit moment nog niet aan. We willen eerst kijken van in hoeverre kunnen we, zeg maar, organisaties verleiden. Hoe ver kunnen we bedrijven verleiden om dit te doen. Omdat het aansluit bij een beweging. En we zien daar ook al mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld de jongerenwerkers van de Schoor. Hebben op een gegeven moment zelf ook gezegd. Hè, de organisatie de Schoor, heeft welzijnsorganisatie, heeft gezegd van, we willen zelf ook graag het goede voorbeeld geven. Dus hun jongerenwerkers doen, zeg maar, in de jongerencentra. Hebben ook besloten om bepaalde producten niet meer te verkopen. Om ook zelf niet te gebruiken. Je ziet bijvoorbeeld een kunstlinie die al een heel breed aanbod heeft van de gewone bitterbal. En dat mag natuurlijk ook prima. Maar ook een aantal vegetarische snacks. En dat is eigenlijk heel mooi, dat je op die manier, zeg maar, de keuze vergroot. Zonder gelijk te zeggen van, nou, dit mag niet, dat mag niet. Maar zou het niet veel effectiever zijn als je toch probeert te voorkomen in er gaan winkels failliet. Er komen heel vaak eetgelegenheden voor in de plaats. Om dan toch paal en perk te stellen aan het aantal fastfoodzaken dat er komt in de stad. Zou u daar niet verder in willen gaan eigenlijk? Nou ja, dat ligt natuurlijk politiek ook best wel ingewikkeld. Want de ene partij wil dat wat makkelijker toe overgaan dan een andere politieke partij. Ja, u zit in een college met de VVD die niet zo voor dat soort regulering is over het algemeen, hè? Bijvoorbeeld. Maar daarom hebben we ook zoiets van, we gaan niet direct daartoe over. Ik bedoel, en wat ik al zei, er is een tendens, zeg maar, in de maatschappij waarin ook gewoon veel meer vraag inmiddels komt. Dus we kijken aan in hoeverre kunnen we daarbij aansluiten. Maar de nood is ook best wel groot. Ik bedoel, Almere is een stad waar onze bevolking veel te maken heeft met obesitas. Mm-hmm. Het is niet alsof er ook niet echt een noodklok geluid moet gaan worden. Een heleboel mensen zijn prima in staat om voor zichzelf gezond voedsel te kopen en gezond te leven. Maar een heleboel mensen zijn het ook gewoon niet. Omdat bijvoorbeeld calorierijk voedsel ook gewoon veel goedkoper is. Kijk naar de supermarkten bij scholen. Ja. Ja, ik bedoel, een saucijzenbroodje is 50 cent in de aanbieding. En een zakje worteltjes is een euro. Ja, dan is de keuze snel gemaakt voor jongeren. Ja, en kunt u daar dan iets aan doen als gemeente? Bijvoorbeeld groente en fruit subsidiëren? Ik weet niet of je daar nou gelijk gemeenschapsgeld in moet stoppen. Maar het is ook een verdienmodel, zeg maar, voor de supermarkten. Ik bedoel, we praten ook met hen over van, kun je niet, zeg maar, de gezonde producten vaker in de aanbieding doen? Want ze verdienen daar natuurlijk ook gewoon op. Hè? Het is niet zo dat het ene nou voor hen ook veel meer winstmarge heeft dan de ander. Hoewel daar best verschillen in zullen zitten. Maar je kunt natuurlijk best kijken van, hoe kunnen we ook het snackschap vlak bij de kassa, hoe zou je daar ook een paar wat meer gezondere dingen in kunnen doen? Moet ik wel eerlijk zeggen hoor, want ik ben ook met jongeren in gesprek, omdat ik ook van onderwijs ben. Jongeren zeggen van, nou, als daar een zakje worteltjes ligt, dan ga ik er toch echt niet een zakje worteltjes kopen. Dus zo eerlijk moet je ook wel weer zijn. Ja, ik ben ook wel van het nuchtere, zal ik maar zeggen. Maar toch, ik denk, dat is nudging, heet dat. Dat is zo makkelijk mogelijk maken dat mensen een gezonde keuze kunnen maken. Nou, daar wil ik op inzetten. Wethouder Roelie Bos, dank u wel. En volgend weekend een nieuwe editie van Over Flevoland gesproken. Graag tot dan.